Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag is het eigenlijk een soort van extra vlog, want ik ga vandaag samen met Marloes naar Amsterdam en ik ga de hele dag gewoon vloggen. We nemen jullie gezellig mee. Ik zal gelijk ook even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een shirtje aan en er staat Malibu op. Die is van de Pull&Bear. Mijn broek is van de Bershka. En dan heb ik mijn All-Stars aan. En dan doe ik nog zo meteen een bomberjacker overheen aan. En verder neem ik dit tasje van de Sting mee. Ik ben nu richting de bus aan het lopen. Ik moet eerst met de bus richting Utrecht. En daar stop ik over op de trein. Als het goed is zit Marloes dan al in die trein. Dus ik hoop dat we elkaar daar kunnen gaan meeten en dat ik niet de hele trein door hoef te lopen. Maar we zullen het zien. Ik kan niet leven. En we zitten nu in de trein en dan gaan we met de trein naar de Dam toe. We hebben net een paar winkeltjes gehad en nu gaan we even ergens eten. We waren al begonnen met eten en we hebben helemaal vergeten te filmen. Maar hier is nog even wat voor eten we hebben. Ik heb gewoon brood met tartaar, parmezaanse kaas en een soort van basilicumpesto en een ijscappuccino. Marloes heeft een glutenvrije tosti hamkaas. Met een ijs die zelfgemaakt is. In Zaandam, dus toen heb ik niet echt meer kunnen filmen. In de bus terug heb ik hem kunnen opladen, dus nu daar ook nog een beetje sfeerbeeld kunnen filmen en
Nu is hij bijna weer vol. Dus ik heb helaas echt weinig kunnen filmen vandaag. Ik ben nu gewoon weer thuis. En ik wilde eigenlijk iets op het station eten. Maar helaas was het daar super druk. Want ik kwam om 5:45 op het station aan. En ja, het is gewoon etenstijd. En het is station in Utrecht, dus het is super druk. Dus ik besloot gewoon om dat bij de Albert Heijn te halen. En dan gewoon zelf iets thuis te maken. Ik zal even laten zien. Ik heb gewoon echt iets heel simpels gehaald. Ik heb deze hamblokjes. En ik heb gewoon deze pesto. En we hadden thuis nog gewoon spaghetti. Dus de spaghetti staat nu te koken. En ik maak gewoon even wat spaghetti. De pasta is klaar. Ik heb er ook nog een beetje Griekse yoghurt bij gegooid. Want op Malta deed ik er altijd kookroom bij. Dus ik heb hier wat Griekse yoghurt bij gedaan. Ik had gelezen dat het ongeveer hetzelfde idee is. Want om de saus om toch wat romiger te maken. En ik heb er echt weer zin in, want dit maakte ik op Malta zelf echt super vaak. En sinds ik thuis ben, eet ik het niet meer zo vaak. Want mijn moeder maakt soms zelfs pasta pesto of een andere pasta. Maar toch niet zo vaak als ik pasta op Malta maakte. Dus ik ga er lekker wat smullen. Ik wilde vanavond eigenlijk ook nog gaan hardlopen. Maar met het eten is het allemaal wat later geworden. Dus het is nu pikdonker en zo. Dus dat is niet echt handig. Dus ik ga zo meteen gewoon wat oefeningen hier binnen doen. Wat planken, squats, lunges, misschien wat sit-ups. En verder hoop ik dat deze vlog niet te kort is geworden. Uiteindelijk hebben we niet heel veel meer kunnen filmen in Amsterdam. Ik hoop toch dat het wel leuk was. En bij deze wil ik ook de vlog afsluiten. Dus als je de vlog leuk vond, doe dan je duimpjes omhoog. En als je meer van mijn video's wilt zien, abonneer je dan op mijn kanaal. En dan zie ik jullie maandag weer met een nieuwe video. Doei!